Vicepresident Ashwin Adeen heeft zich gisteren samen met andere CARICOM-staatshoofden gebogen over de effecten van de COVID-19-pandemie voor het Caribisch gebied. De regeringsleiders hebben onder meer de noodzaak van de aanschaf van medische attributen benadrukt. Op de COVID-19-persbijeenkomst van gisteren zei Adeen dat tijdens de digitale conferentie van de staatshoofden een aantal conclusies is getrokken. Met name de garantie van voedsel in de verschillende CARICOM-landen is uitgebreid aan de orde gekomen. Wij gaan het in gezamenlijk verband, hebben we daar afgestemd, doen. Gecoördineerd verband. Ook heeft Suriname aangegeven dat wij het voedselzekerheidstraject voor Suriname aan het uitzetten zijn. Wat is ons dieet, als ik het zo mag zeggen, als straks buiten producten die wij importeren schaars worden of duur worden, hoe gaat Suriname daarmee omgaan? Als wij in Suriname tekort hebben aan producten die wij exporteren, hoe gaat Suriname daarmee omgaan? Wanneer zijn de oogsttijden, de zaaitijden? Kunnen we op tijd importeren? Al dit soort zaken worden in één tijdlijn geplaatst door het ministerie van LVV, Handel, Industrie en Regionale Ontwikkeling. De gemeenschap zal binnenkort geïnformeerd worden over dit voedselveiligheidsuitvoeringsplan. Maar dat is al gedeeld met alle landen in het Caribisch gebied, omdat u weet, die zitten met het grotere probleem waar wij nog land hebben kunnen planten, landbouw kunnen verrichten, zij vaak dat niet hebben. De vicepresident zei verder dat de landen ook willen werken aan een gezamenlijke gezondheidsprotocol. De staatshoofden hebben volgens Adeen ook gesproken over economische activiteiten die de landen kunnen ondernemen. We hebben ook gesproken over een gezamenlijk gezondheidsprotocol voor de hele regio. Hoe kunnen we dat als wij weten, en we weten de movement of people, zeggen we, de bewegingen van de mensen. Als ons protocol in overeenstemming is met die van Barbados, de prime minister van Barbados was vandaag de voorzitter van de vergadering, dan weten wij hoe we daarmee moeten omgaan als mensen over en weer komen in de toekomst. Ook dat wij al deze zaken wat economie betreft, hoe kunnen we dat opvangen? Door meer gebruik te maken van CSME. Vicepresident Ashwin Adeen gisteren tijdens de COVID-19-update van het COVID-19-managementteam in de congreshaal. Hij deelde mee dat Suriname zich samen met andere landen in de regio heeft gebogen over de COVID-19-pandemie.